Hoi, ik ben Laurens Gabriels en ik ben recent afgestudeerd aan de bacheloropleiding Facility Management aan Zuid Hogeschool. In een wereld waarin duurzaamheid steeds belangrijker wordt, staan facilitaire professionals voor een grote uitdaging. Hierbij hebben inkoopprocessen een aanzienlijke invloed op het werk van de Facility Manager, die verantwoordelijk is voor het duurzaam en soepel functioneren van een organisatie. Mijn onderzoek richt zich op het bevorderen van duurzaamheid in nieuw- en verbouwprojecten met behulp van het inkoopproces. Want wat we inkopen en de criteria die we daarbij hanteren, hebben directe gevolgen voor de ecologische voetafdruk van een organisatie. Dit benadrukt dat inkoop en aanbesteden een krachtige hefboom kunnen zijn om duurzame oplossingen te creëren. Inkoopbeslissingen worden voornamelijk gebaseerd op prijs en kwaliteit. Echter worden we nu uitgedaagd om duurzaamheid mee te nemen in de besluitvorming. Tot nu toe ontbrak ik concrete tool om dit in de praktijk te brengen. Dit heeft mij aangezet tot de ontwikkeling van een decision-making tool gebaseerd op de 10R-ladder. De 10R-ladder is een concept dat aangeeft hoe producten en materialen efficiënter kunnen worden ingezet. De Decision Making Tool biedt concrete voorbeelden aan stakeholders om duurzaamheid daadwerkelijk te integreren in nieuw- en verbouwprojecten. De tool begint met de strategie reviews door het kritisch beoordelen van nieuwbouwplannen. De meest duurzame vierkante meter is de vierkante meter die het niet realiseert. Vervolgens streven we in de rethink-strategie naar innovatieve ontwerptechnieken zoals demontabel en multifunctioneel ontwerpen. Bij de strategie reduce is materialisatie een belangrijke knop om aan te draaien. Bijvoorbeeld door het gebruik van hernieuwbare materialen. Door materialen en afmetingen te standaardiseren, wordt de strategie reuse op middellange termijn gestimuleerd. De repair-strategie richt zich op preventief onderhoud en reparatie van werkmaterieel. Wanneer alle voorgaande stappen zijn doorlopen, blijven afvalscheiding en energieterugwinning over. Het realiseren van een transparante en duurzame keten staat hierbij centraal. Wat deze tool zo uniek maakt, is hoe het de koppeling maakt tussen de verschillende stadia van de processen en de 10R-strategieën. We zien nu binnen de organisatie dat projectleiders allemaal dezelfde stappen doorlopen. De concrete voorbeelden uit de tool maken duurzaamheid tastbaar en meetbaar. Dit heeft gezorgd voor toenemend enthousiasme en draagvlak voor duurzaamheidsprincipes. Dus als jij, net als ik gelooft, dat de Decision Making Tool waarde toevoegt voor Facility Professionals, roep ik je op om op mijn onderzoek te stemmen. Laten we samen de toekomst van duurzaam Facility Management vormgeven.